Het nieuws over artikel 1 van de grondwet. Ja, ik ben wel benieuwd of jullie iets opvalt aan de volgende zin. Iedereen in Nederland moet gelijk behandeld worden en discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, handicap, seksuele gerichtheid, ras of welke grond dan ook is niet toegestaan. Herkennen jullie hem überhaupt? Ja, nee, ja, dat kennen we wel. Maar wat valt jou er aan om? Waar gaat het nu om? Nou, het is natuurlijk artikel 1 van de grondwet. Maar daar zijn twee woorden aan toegevoegd. Namelijk seksuele gerichtheid en handicap. Dat is iets wat Hapte Moede Hoop van de PvdA graag wil toevoegen aan artikel 1. Hij komt daarom met een wetsvoorstel. Ja, ik vind het ook ontzettend erg. Weet je, Nederland was vroeger het gidsland door de openstelling van het homohuwelijk. We waren het gidsland echt op dat gebied van emancipatie. Dus ik vind het ook belangrijk om juist voor die zaken wat meer aandacht weer te vragen. En ik denk dat we dat soort dingen ook weer explicieter moeten benoemen en erkennen. En dat we die normen en waarden die we koesteren met z'n allen daardoor weer wat scherper hebben. Voor het grootste gedeelte is het natuurlijk symbolisch. Maar voor mij is erkenning veel meer dan symboliek. Het gaat ook echt om aan die mensen te laten zien dat zij er net zo goed toe doen in het land, dat hun rechten en plichten even groot zijn. En door ze dan expliciet te benoemen in de grondwet, dat vind ik echt heel mooi. En ik ben er trots op dat wij als Partij van de Arbeid samen met D66 en GroenLinks daarom voor de tweede keer naar de Kamer toe mogen. Dan naar de zeehondenopvang in Stellen.